Goedemiddag, we zijn hier voor Pegasus. Zo dadelijk zal de president terugkomen van zijn oriëntatiebezoek aan de door wateroverlast getroffen gebieden in het middenland. Kijkt u verder mee. Zo, welkom. Mensen van de media. Laat me starten met de verwarring die ontstaan zou zijn over wel gaan of niet gaan van de president. Dus zulke bezoeken moet je laten leiden door de deskundigen, deskundige adviezen. Het regent nog veel. Je bent in een helikopter, je bent afhankelijk van technische adviezen, van ook de piloten. Je bent afhankelijk van adviezen van de commandant NCCR, ook van je veiligheidsdiensten. En uiteindelijk is er een beslissing, want er was een hele route gepland om naar vier locaties te gaan. Maar het is besloten om toch maar één locatie te doen, dat is Kuzubrune. En tweede is het overvliegen, dat is het Stuurmeergebied. Maar de andere gebieden, Assiniboine en ook Langatabiki, die hebben we allemaal niet kunnen aandoen, ook vanwege weersomstandigheden. Laat me aangeven, ik denk dat we wat we daar gehoord hebben van de Gramang en zijn team een goede indicatie is van wat zich ook voltrekt in de andere gebieden. Het goede nieuws is dat de waterpeil gezakt is, maar het regent nog steeds. Twee, er is heel wat schade aangericht, mensen hun bezittingen, mensen hun leefomgeving, het is allemaal aangetast door water. Maar op dit moment zijn de noden, namelijk er zijn nu al gevallen van veel ziekte, wat de Gramang gerapporteerd heeft. Samen met de districtscommissaris hebben enkele dorpen kunnen aandoen. Maar er zijn veel klachten van diarree als gevolg van het water. Dus dat is eerste prioriteit voor ons. Ze hebben geen medicijnen op dit moment. Dus we krijgen een lijst van alle medicijnen. We praten met ook medicijns, met ons minister van Volksgezondheid en ook onze geneesmiddelenvoorziening, zodat we de medicijnen, de noodzakelijke medicijnen, kunnen sturen daar zo. Voedselhulp gaat gewoon door, omdat heel wat gebieden die bestemd zijn ook voor die voedselproductie onder water zijn komen te liggen. En natuurlijk zijn er ook andere problemen gepresenteerd die te maken hebben met ook de fase nadat water getrokken is, met onderwijs, met andere faciliteiten, logistieke zaken, wederopbouw. Op dit moment gaat het om de meest dringende, noodzakelijke voorzieningen die daar getroffen moeten worden. En de kolonel heeft die opdracht al gehad. Vervolgens hebben we gekeken naar het Stuurmeergebied, want al het water komt naar het Stuurmeer. Het water is vrij hoog, de waterstand is hoog, maar binnen de gestelde ook grenzen, laat me dat duidelijk zeggen, binnen de gestelde grenzen. En deskundigen zijn bezig om het water te spillen vanuit de verschillende turbines die er zijn. Daarvoor allemaal, alle turbines zijn in werking nu gezet om het water te doen wegtrekken. We kijken naar die impact van die hoeveelheid water in de Suriname rivier aan deze kant nu. Om te kijken dat de dorpen daar goed gemonitord worden en dat er daar geen wateroverlast ontstaat. Dus die worden ook goed gemonitord. Belangrijk is wat ik daar gezien heb. En ik heb hieromtrent communicatie gehad met de directeur Staatsolie. Staatsolie gaat over het Stuurmeer. Dat daar die kans is om veel energie op dit moment op te wekken. En dat je je dieselturbines daarbij, je EBS even uitschakelt. Om nu gebruik te maken van die extra energie, om toch nog die energietoevoer naar EBS te bewerkstelligen. Daarmee zijn ze bezig. Ik heb begrepen dat de eerste aanzetten al zijn gegeven. En dan kunnen we daar besparen met onze diesel. Kunnen we daar besparen op onze dure brandstof. En dan kan het geld gebruikt worden voor andere zaken. Maar nogmaals, dit gaat terugkerend zijn. En het is goed dat u beseft, op basis van die klassieke seizoenen die we hebben, dat dit geen grote regentijd is. Dus er gebeurt wat met ons natuur, er gebeurt wat met ons milieu. Want als dit voor een kleine regenseizoen is, wat is dan te verwachten tijdens een grote regenseizoen? Tenzij de seizoenen zodanig veranderd zijn. En daarover moeten deskundigen, onze weerspecialisten
goed op gaan projecteren, zodat we de juiste informatie kunnen krijgen. Want het is niet iets wat zich voltrekt binnen Surinaams grondgebied. Het is iets wat zich voltrekt in de totale wereld, totaal Zuid-Amerika. En wij moeten dan proactief zijn om beleid te ontwikkelen. Ik heb met de kolonel afgestemd net tijdens operatie Fallawatra, waar er heel wat plannen al beschreven, hoe in leefgemeenschappen hoge gebieden tot een plateau te maken en op die plateaus hallen neerzetten, barakken neerzetten, tenten neerzetten, zodat als de situatie zich zou voordoen van een stijging van het water, de mensen snel zich konden terugtrekken. Ik heb gevraagd dat we deze plannen weer op tekentafel kunnen gaan plaatsen en datgene wat reeds goed voorbereid is, dat we die gaan uitvoeren op basis ook van een goede voorbereiding hieromtrent. President Vishmani Thomas van Suriname Herald, kunt u specifiek aangeven welke gebieden u wel heeft aangedaan? Want u praat over praten met de Kraman van welke gebieden? Vandaag ben ik gegaan naar Pusugrunu en de kapitein is kapitein Valentijn. Met hem heb ik gesproken, dat is een traditioneel gezag. En er waren ook nog andere gebieden die gepland waren om te gaan, ook naar Asidohope. Dat is niet doorgegaan, ook vanwege weersomstandigheden. Lange Tabiki was ook gepland. Meer zouden vliegen, dat is wel doorgegaan. Dus we nu gaan plannen om naar die andere gebieden ook te gaan. Ik heb een officiële uitnodiging van de Graman gehad, die me gevraagd heeft om langer te blijven, omdat hij duurzaam met me over tal van problemen van het gebied wens te praten. En ik heb beslist dat ik binnen 2 weken terugkom met een delegatie bestaande uit ministers die nodig zijn. En zo gaan we dat ook doen naar die verschillende andere gebieden, naar die andere leefgemeenschappen toe. Wat doet het u als staatshoofd wanneer u zo vliegt over het gebied en u ziet zoveel water en de mensen hebben zoveel verloren? We moeten als gemeenschap die betrokkenheid laten zien. Niet alleen als regering, niet als president. Het is een deel van onze Surinaamse samenleving. De Surinaamse samenleving moet ook wakker worden en initiatieven nemen. Van dit is een deel van ons volk, dit is een deel van ons grondgebied. Laten wij ook mobiliseren, laten we alles wat we kunnen krijgen thuis, laten we alles wat we kunnen verzamelen, ook richting die kan sturen. Laat het niet alleen verantwoordelijkheid zijn van de regering. We gaan alles doen als regering wat binnen de grenzen van onze mogelijkheid ligt, maar laat er meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid komen vanuit de samenleving, is een deel van jouw samenleving. De overheid heeft een heleboel projecten gedaan, zoals die zonnepanelenprojecten en dat soort dingen. En die liggen vaak langs de dorpen waar die langs de rivier is. Hoe staat het met deze projecten en die panelen? En kijkt de overheid de mogelijkheden om deze de volgende keer hoger op te plaatsen? Want het kost geld. Ja, als je mij vraagt, alleen met de basisinformatie die we hebben, dan ga ik ervan uit. Als men de historie nagegaan was van Suriname met betrekking tot regenval, wateroverlast, dan zou je in ieder geval geweten hebben dat daar te laag was voor een zo'n zware investering om zonnepanelen daar te plaatsen, maar ook andere investeringen. En ik denk dat het goed is dat wij onze projecten weer nader gaan evalueren en deze zaken moeten meenemen. En dat we gaan naar die hoger gelegen gebieden. Ik weet dat het opzetten van energieprojecten gekoppeld is aan een leefgemeenschap. Je wil weinig investeren. Maar als we nu al weten dat die weinige investering die je doet verloren kan gaan, laten we dan meer investeren door naar hogere gebieden te gaan. Dan gaan we die afstanden die we moeten overbruggen in de vorm van het plaatsen van bekabelingssystemen en het toevoer van energie, daarvoor extra moeten betalen. Dat is de prijs die je moet betalen als je wil dat je niet een slachtoffer wordt van een volgende wateroverlast. President, de waterpeil in het binnenland die daalt, maar gaat eigenlijk naar richting kustvlakte en Nikeri en Saramaka lopen nu al onder. Hoe wordt dat dan aangepakt? Zijn er, aangezien dit een terugkerend fenomeen is, worden daar ook voorbereidingen getroffen? Ja, laat mij een informatie geven wat ik niet gegeven had. Direct nadat het eerste bericht bij ons binnengekomen was als regering, ik weet dat de VP mij zo tegen 2:00 AM nog gebeld had, dat de bewoners zagen dat de waterpeil aan het stijgen was in het soms word je verrast in de nachtelijke uren daar zo. Hebben we direct een clusterteam van ministers aangewezen als ze zijn een watercrisisteam onder coördinatie van de vicepresident. En daarin zit ook de NCCR. En zij hebben de opdracht om alle gebieden op het totale grondgebied van Suriname goed te monitoren
voor wat betreft de stijging van het water, de gevolgen van de stijging, de gevolgen van de stijging naar de leefomgeving en leefomstandigheden en daarop beleid te ontwikkelen. De gebieden van Nikeri en Saramakka worden ook gemonitord door het clusterteam. Want ik zag het in de appgroep. De NCCR is nu al bezig om alle gebieden te identificeren. Er worden nu al maatregelen getroffen in bepaalde gebieden waar wateroverlast dreigend is naar de mensen hun woonomgeving. Dus nogmaals, we gaan alle gebieden moeten beheersen en de maatregelen treffen die wij moeten treffen als regering. En die maatregelen zullen zijn in de eerste plaats waar moeten mensen even evacueren. Waar moeten mensen naar hogere plaatsen brengen? Waar moeten we zorg dragen dat voedsel komt? Waar moeten we zorg dragen dat water komt? Zoals nu, waar moeten we zorgen dat medicijnen komen? Waar moeten tenten komen? Het is een hele grote organisatie. We informeren ook de regionale organisatie van CARICOM, CEDEMA. En de kolonel is NCCR staat in contact. En wanneer we zien dat het boven onze capaciteit komt, dat we het niet meer aankunnen, dan zullen we direct aan de bel trekken bij onze regionale organisatie om die ondersteuning ook vanuit de Caribische omgeving, CARICOM, ook te vragen. Maar alles wordt gemonitord en alles wordt goed ook gecommuniceerd met de regionale organisatie. President, wanneer we praten over duurzame oplossingen, het is niet de eerste keer dat binnenland onder water loopt. We weten dat de mensen niet zo makkelijk van de plek willen verhuizen, omdat de basis... basisvoorzieningen als schoon drinkwater niet daar aanwezig is. Wanneer gaan we uiteindelijk naar een duurzame oplossing voor deze gemeenschappen? Ja, de duurzame oplossing ligt in de wereld. In de wereld gedragen we ons als mensen niet op een correcte wijze. In de wereld gedragen we ons als mensen die zorg dragen voor enorm veel uitstoot, waardoor in ieder geval er een bedreiging is ontstaan naar ons milieu, naar ons mensheid. De conferenties worden jaarlijks georganiseerd en ik kom recentelijk van die COP26. En omdat we ons niet houden aan de milieunormen, omdat we ons niet houden aan goed beleid en goed bestuur met betrekking tot bescherming van ons milieu, één. Tweede is, wij halen alles uit de grond wat we kunnen halen en we stoppen niks terug in die grond. Wel, dan ga je inderdaad krijgen dat die natuur verstoord gaat raken. Dat milieu op een gegeven moment niet meer draaglijk zal zijn. Dat hele weersomstandigheden zich zal aanpassen. Dus één oplossing, duurzaam als u dat wil is, laat de mensen gedrag gaan aanpassen. Dat doen we door middel van landen die zich moeten houden met betrekking tot de normen. Om dat naar die 1,5 graden reductie te gaan. Suriname is gelukkig carbon negatief. 3 landen maar in de wereld zijn carbon negatief. Dat is Bhutan, Panama en Suriname. Alle andere landen zijn of klein deel carbon neutraal, maar ze moeten nog zoveel maatregelen en beleid gaan maken om te zorgen dat in ieder geval onder de norm gaan komen. Wat ze wel doen is de wereld, is namelijk dat je enerzijds moet mitigeren, je moet uitstoot verminderen. En de andere kant moet je adaptiemaatregelen treffen, dat je moet gaan aanpassen. Maar als de wereld verantwoordelijk is daarvoor en wij merken die impact hier in Suriname en wij behoren tot de top 10 landen die een lage kustlijn heeft. Dat wil zeggen, we behoren tot de bedreigde top 10 landen. Dan moet 1. Het wereldbeleid gaan veranderen om te zorgen dat we in Suriname hier die adaptatiemaatregelen moeten treffen. Wij moeten voor die adaptatiemaatregelen, dat zijn die beschermende maatregelen, financiële middelen krijgen vanuit de wereld. Om 2 redenen, omdat wij wel zorgen dat we carbon negatief zijn. En tegelijkertijd hebben we ons bos hier zo. En met dat bos zorgen we namelijk dat de wereld van zuurstof voorzien wordt. Dus daarvoor moeten we geld krijgen. Daarvoor zijn beleid ontwikkeld met betrekking tot carbon credit. We zijn bezig met deskundigen. We hebben een overeenkomst met Total hieromtrent. We hebben recentelijk nog afspraken kunnen maken met Colombia. En ook Costa Rica. Om ons bij te staan op het gebied van carbon credit strategy. Wat moeten we doen in Suriname? Ja, die adaptatiemaatregelen. In het binnenland, dat plan was eerder al beschreven, tijdens de Fallawatra, we moeten die hoge zones hebben. Die hoge zones moeten daar met een goed platform voorzien. We moeten daar die barakken zetten. We moeten daar die tenten plaatsen. En goed beschermen. En in tijden van zoals nu, watersnood, kunnen mensen zich terugtrekken. Tweede is, er moet een totale bewustwording komen in de samenleving. Vooral in de lokale gemeenschap, dat de mensen naar andere gebieden moeten gaan. Ze hebben inderdaad die waterweg nodig. Maar als we weten, dit gaat elk jaar gebeuren, laten we samen die bewustwording creëren. Dat ze naar hogere gelegen gebieden gaan optrekken.
daar hun vestiging gaan vormen, maar dat gaat inderdaad een enorme bewustwording vergen. Maar wij gaan als regering daarin ook de lead nemen om het goed te communiceren ook met de binnenlandse samenleving en traditioneel gezag. En als we daarvoor ook bijstand nodig zullen hebben vanuit het buitenland om dit allemaal goed voor ons voor te bereiden, dan zullen we dat ook moeten doen. Mag ik u bedanken? Eén laatste vraag. We weten dat de regering al geld heeft vrijgemaakt voor aanpak hiervan. Komt er meer geld vrij? Ja. Alles wat we nu doen is op basis van de dringende noodzaak. Er is veel wat nodig is. Je moet je voorstellen dat een hele samenleving ontwricht is daar zo. Maar nu kijken we naar zorg dat die leefbaarheid er is. Die voeding er is, medicijnen er zijn, de noodzakelijke voorzieningen er zijn. Maar hierna, en de opdracht is al gegeven aan het clusterteam van minister, maak alvast een strategie voor de fase hierna. De wederopbouwfase. Wat doen we met ons onderwijs? Wat doen we met ons polyklinieken die onder water zijn gelopen? Wat doen we met die supermarkten die allemaal onder water zijn gelopen? Wat doen we met de wegen? Want we hebben ook daarnet vernomen dat die wegen zo slecht zijn, dat die auto's eigenlijk het dorp niet kunnen bereiken. En waardoor je ook geen goederenhulp goed op gang kan brengen. Dus nogmaals, er zijn nog veel zaken die moeten plaatsvinden hierna. Maar die strategieën moeten nu al ontwikkeld worden. Ja, ze gaan veel geld kosten. En we moeten nagaan hoe we de middelen vanuit de verschillende ministeries kunnen combineren. Om vanuit één centraal punt de crisis na deze wateroverlastperiode goed te gaan beheersen. Dank u.